Yo, my man. Hey, maatje. Nou, we gaan het je laten zien. Dit is dus het hele plan van wat ik dus nu moet doen. En dan keer 15. Laten we. De eerste account heb ik gedaan. Dit zie je, Flow 1.2. Die is omgezet. Zet ik even de camera weg. Dan gaan we naar Flow 2. Dan sturen we het geld van de ene wallet naar de volgende wallet. Hoppa, zet ik even meer in beeld. En dan is deze wallet leeg. Dan gaan we naar de Tobi 2. En dan heeft Tobi 2 geld. Dan moeten we swappen. Dan moeten we oké. Dan moeten we swap enablen. Accept. Dan moeten we 10 BankX kopen. En dan kopen. Dan moeten we. Oh, je had al een beetje BankX. Dan moeten we dus. Je hebt je eigen als buddy-adres. Dan gaan we. Oh, deposits enablen. Ook weer goedkeuren. Dan gaan we 11.366 storten. En dan storten. En dan staat er goedgekeurd. Dan zie je dat je dat hebt. Dan gaan we naar migratie en upgrades. Gebruik mijn eigen adres. Migrate. Accepteren. Dan zie je dat je oude geld er weer bijgekomen is. Je hebt nu weer $73 staan. En zoals beloofd, ik zorg dat je je centen niet verliest. Ik voeg het alleen wel samen, want ze hebben het hele plan veranderd. Dan zie je dat van de 120 TRX nog een beetje over. Dan kopiëren we dit adres. Dan gaan we naar transfers. En dan transfer balances. Transfer. Accept. Transactie compleet. Dan is hier je centen weg. En dan even kijken. Heb nog $3 over. En dan is het naar dit account gestuurd. Ik zal het je laten zien. Even laden. Deze heeft nu $95, $93. Ik ga dit allemaal voor je regelen. Het is een vette kutklus. Maar dat moeten we maar even regelen. We gaan het meeste proberen samen te voegen. Het meeste gaan we proberen samen te voegen. Ik had je al een paar honderd TRX gestuurd, zodat je genoeg geld had voor de transacties. Dan laat ik even. Ik veeg je wallets even allemaal leeg, zodat ik ze zometeen niet de hele tijd hoef te refreshen. Dus ik stuur alles naar je eigen wallet natuurlijk. Het is een vette kutklus. Kost vet veel tijd. Kost vet veel geld. Maar ik had gelukkig vrijgenomen vandaag. Dus ik kan je even helpen. En natuurlijk, je zit achter mij. En op goed vertrouwen zal ik mijn mensen nooit laten vallen. Ik zal even zorgen dat al jouw geld bij elkaar komt, man. En dat je gewoon weer aan het draaien bent. Dat je gewoon weer geld verdient. Gaat geen euro verloren, man. Is wel kut dat ze de regels allemaal veranderd hebben. Ik vind het zelf ook kut. Ze hebben mijn hele trein verneukt. Daarom vroeg ik nou ook jouw trein samen. Mijn trein werkt ook niet meer.
Ik ben ook een beetje boos op Flo. Wat ik ook duidelijk aan ze laat weten. De rest van mijn team is ook boos op Flo. Maar gelukkig hebben we nog een manier om onze centen terug eruit te halen. En daar gaat het toch een beetje om, hè? Nou, en dan moet hij nou wel even genoeg centje hebben. Dan gaan we naar Tobi 3. Zie je, 517. En Tobi 3. Moet ook weer Benkrix kopen. Zit ik wel de juiste te delen achter. Hoppa. Dan kopen we dus weer. Voor 15,47. Oké. Okay. Dan kopen we 10 Benkrix. Die keuren we goed. Dan gaan we hier naartoe. Doen we deposits enabled. Vijf. En dan zie je dat het geld weer hier staat. Dan gaan we naar Migration and Upgrades. Mijn adres. Migrate. Dan keuren we de transactie weer goed. Dan zie je dat je nu hier 22... Benkrix heb. Of $22, even kijken. 22 Benkrix. Dan gaan we naar transfers. Transfer balance. Laat ik eens even kijken of het goed gaat. Tobi 1. Transfer. Accept. Oké, mooi. Deze is ook weer klaar. Dan gaan we naar Tobi 4. Deze refresh. Dan wisselen we naar Tobi 4. En kopiëren we het adres van Tobi 1 weer. Vet kut klus, man. Zoals je ziet, we kopen weer 10 Benkrix. En dan zetten we hier weer storting aan. En dan storten we hier weer. Oh, you need to have a buddy. Doen we jezelf als buddy. Accept. En dan storten. En dan staat er 10 in. Migration and upgrades. Use my address. Migrate. En dan gaan we kijken. 10.005. 21.005.
Ik ga het dus even flow 1 erbij pakken. Want als deze allemaal 10 bankricks hebben, dan kost het je meer om alles over te zetten dan... Dat doen we. Gaan we eens even kijken. Even kijken. Flow 1. Eerst naar flow 2. En dan gaan we nu dus weer transfers. Transfer balance naar je eigen adres. En dan is deze ook weer leeg. En dan refreshen we. Even denken. 10 keer is 15. Even kijken. Ook 11. Ook 11. Volgens mij heb jij nog nooit gerold, man, als ik zo kijk. Je hebt nog nooit gerold. Ook 11. Ook 11. Die van $2 sla ik over, want je betaalt meer aan transactiekosten. Die van 3 ook. Kut man, dat je nooit gerold hebt. Dat is 10 keer zoveel nou. Even denken. Toby 1 als buddy. Oh ja, flow 2. Miss a mind. Even Toby 1 kopiëren. SwapX. Refresh.
En dan stoppen we er hier even. Oh, deposits enablen. Natuurlijk jezelf als buddy. Dan zie je dat er 10.8 in staat. Dan gaan we migratie en upgrades. Gebruik mijn adres. Gebruik. En gelukt. Dan gaan we naar transfers. Transfer balance. Ik weet niet of deze ook gaat, je laatste account. Accept. Mooi. Deze $10 wordt nu ook doorgestuurd. $610 Bankrix. Je loopt in ieder geval weer, man. Sommige regen toch? Ik ver. Samen je cent even voor je. En zoals je net zag, je hebt een veel account, heb je maar, ja, laten we zeggen, 2 bankrix of 10 bankrix, en dat is $2. Het kost je meer dan, het kost je meer om dat naar voren te halen, dus ik laat ze staan. Het is wel kut dat je nooit gerold hebt, man. Daarom zei ik, je moet af en toe even rollen, dan komt het wel goed. Maar ik zie dat je totaal geen actie erop aangedaan hebt, en dat is zonde, vooral nu die ja, weggegaan is. Anders had je toch echt wel wat mee verdiend. Ik heb toch nog wel je mijnes gegeven van, hey, doe even dit of doe even dat. Maar ja, ik snap het, jij hebt het ook druk. $88 in je account. Ik sluit het filmpje af. Heb je in ieder geval gezien wat ik gedaan heb, man?